Dames en heren, u kent hem natuurlijk al. Dit is Ricardo, onze nieuwe stagiair, die ook het clubblad heeft gemaakt. En die al een paar keer langs is gekomen in Goeie Vrek en allerlei andere toffe dingen. Maar hij was ook de man die voor ons als eerst als een malle door de Pokémon Sun and Moon demo is geraasd. En jij kan erover vertellen, man. Sun and Moon, hoe is die shit? Fucking vet. Ja, het is een nieuwe Pokémon. En we hadden het er net al even tussendoor over. Het is wel een Pokémon die toch wel wat dingen anders gaat doen. Ja, right? Dat klopt. Je hebt eigenlijk de oude versies die de meeste mensen waarschijnlijk wel gespeeld hebben. Die ook Red, in Pokémon Sun and Moon willen gaan investeren. Ja, ja, ja. Die, de basics, dat kent iedereen wel. Je hebt de Pokémon Battles. Ja. Waar het nu anders gaat, het is een beetje vergelijkbaar met X en Y, met de Mega Forms. Je hebt nu de Alola Forms. Ja, waar al heel veel mensen zich kapot om hebben gelachen. En je hebt twee kampen. Je hebt mensen die zeggen Alola Forms fucking awesome. En je hebt mensen die zeggen, what the fuck, waarom heeft Executor een nek die gewoon langer is dan een gebouw, weet je wel? Een oneindige nek. Ja, ik ben fan van het eerste kamp. Want ik vind het leuk, dit soort nieuwe Alola Forms. Want ik heb echt zoiets van, hey, voor het eerst doet de Pokémon Company echt iets anders. Ja, daar zou ik wel met je in discussie kunnen gaan. Ja, want jij zegt natuurlijk, ja, omdat je natuurlijk die Mega Evolutions hebt. En dat zeg jij, dat hebben ze al eerder gedaan. Ik vond die Mega Evolutions gewoon niet interessant. Maar zodra je zegt van, hey, dit is een Pokémon met een hula hoop rokje, denk ik dan toch wel heel van, ja, dat is eigenlijk best wel awesome. Maar dat ben ik dan. Maar goed, jij zegt, dat doen ze al vaker. Maar dat is niet het enige natuurlijk waarin Sun and Moon gaat vernieuwen, right? Nee, klopt. Er komen een aantal nieuwe mechanics in. Zo heb je bijvoorbeeld tijdens battles, en dit is vooral fijn voor de mensen die niet heel bekend zijn met Pokémon games. Mm-hmm. Dus late instappers, mensen die nog eigenlijk misschien een beetje jong zijn. Dus kinderen, de oude games niet hebben meegemaakt. Of gewoon mensen die mensen die met de Pokémon Go hype zijn meegegaan. En verder Pokémon niet kennen. En dan nu denken van, oh, misschien iemand had het over de echte Pokémon game. Misschien moet ik die eens gaan proberen. Bijvoorbeeld, de casuals. Maar wat is er voor de filthy casuals? Je hebt nu dat je in Pokémon tijdens het vechten kan je zien wat voor move super effective of not very effective gaat zijn op je vijand. Dus water tegen vuur en wat is het, fairy tegen dragon, dus, al die dingetjes. Precies, dus het nadenken over wat was deze typing nou ook alweer, wordt gewoon compleet zo weggerukt en het is gewoon eigenlijk brainless nu van. Maar nou ja, goed, brainless. Maar een echte Pokémon pro zou die dingen uit zijn hoofd weten, dus voor hem maakt het ook niet echt dat uit. Dat is dus toch? Ook, ja, ik zeg wel heel denigerend, brainless, maar het is inderdaad wel zoals Tom zegt, de echte Pokémon-fanaten die kennen al de typings al. En ja, plus dat water heel goed is tegen vuur is ook iets wat echt gewoon, ja, ik bedoel, dat snapt het domste kind ook. Klopt, maar bijvoorbeeld de fairy type is in X en Y introduced en dat heeft heel veel typings nogal een beetje opgemixt. Ja, eindelijk iets wat tegen dragon kan. En dragon tegen dragon is niet meer de nou ja, oké, er zijn natuurlijk wat dingetjes. Dus het is een fijn geheugensteuntje. Maar ja, oké, het is niet natuurlijk iets waarvan je zegt van, wow, mind is blown of zo. Het is inderdaad vooral handig voor de mensen die echt nieuw zijn met spellen. Ja. Of lang niet gespeeld hebben. Of gewoon het liever gewoon casual spelen. Je zegt lang niet gespeeld hebben. Ik ben persoonlijk echt zo'n persoon. De laatste Pokémon game waar ik echt goed van heb genoten is HeartGold / SoulSilver. Vond ik echt, denk ik, voor mij de beste Pokémon game ooit. Daarna heb ik alles een beetje laten liggen. Ook de remake, Omega Sapphire Alpha Ruby. Maar Sun and Moon, ik weet niet of mensen dat met mij zijn, maar ik ben zo'n guy die de oude Pokémon fucking vet vond. Alles heeft laten liggen, maar Sun and Moon triggert iets in mij. Ik wil daadwerkelijk bij Sun and Moon weer instappen. Ik heb het idee dat sowieso best wel wat mensen dat hebben. Maar wat is er voor ons? Zeg maar, ik ben een tijdje uit de running geweest. Er zijn nou Pokémon's op de 3DS geweest. De laatste die ik heb gespeeld is nog op de normale DS. Wat is er voor mij allemaal nieuw en anders? Nou, sowieso voor de meeste mensen die echt puur op nostalgia runnen, heb je de Alola vormen, dat zijn wel heel erg veel Kanto-Pokémon die daarvoor gebruikt worden. Dat klopt inderdaad, ja. Komt ook omdat de main character uit Kanto komt. Ah. Dus zeg maar, het hoofdpersonage verhuist vanuit Kanto naar Alola. Oké. Oh, dat is eigenlijk best wel tof gedaan dan. Want ik voor mij voelt het alsof ik uit Kanto of uit Johto maximaal kom, weet je wel. Dus dat is oké, nee, dat is wel mooi. Maar sowieso, natuurlijk een hele andere setting, want de nieuwe regio is natuurlijk, ja, Alola, dat, ja,
Alola, dat spreekt natuurlijk voor zich. Dat is een beetje Hawaii-achtig, right? Precies. Hoe zit het met een beetje de sfeer, de vibe, de visuals? Want de game zal natuurlijk niet heel veel mooier zijn dan X en Y, maar het is wel een compleet andere sfeer, toch? Nou, het is dat je toevallig zegt, daar moet ik even op inspringen. Ja, oké, okay, spring in. Het spel is zoveel mooier dan X en Y. Echt? En, ja, buiten gevechten heb je echt, zeg maar, gedetailleerde modellen en zo. Uh-huh. Je ziet er gewoon echt, zeg maar, je ziet jezelf, zeg maar, als een volledig personage lopen. Ja, 3D, animatie. X en Y en Oras was het echt een beetje zo'n stubby, weet je wel. Ja, een beetje klein, een beetje chibi wel. Een me leek het een beetje op. Maar nu ben je meer een persoon echt. Precies. En de omgevingen zien er ook gewoon heel dynamisch en mooi uit. Ja, er is meer, want ik zei dat je een beetje kon skaten af en toe. Een stukje grinden. Was op zich best wel vet. Maar de regio was natuurlijk niet heel revolutionair. En nu heb je echt stranden en een halve soort van jungles. Dat was wel een beetje waar ik tegen een puntje aanliep. Uh-huh. Ik speelde die demo op mijn 3DS XL. Dat is geen nieuw 3DS XL. Ik merkte dat, zeg maar, mijn 3DS een beetje begon te haperen toen het een beetje intensief werd op het scherm. Performance issues dus. Dat was tijdens battles, toen het echt, zeg maar, druk werd. Ja, dus op zich, ik zit nou te denken, als je dan die battles hebt, weet je wel, waar 6 of 7 Pokémon aan meedoen natuurlijk. Je hoort battles, ja. Ja, precies die. Dat zou dus zwaar kunnen worden voor een oude DS, maar goed. Ik neem aan dat deze game natuurlijk ook een beetje gericht is op de nieuwe 3DS, want je hebt die extra poke en er is meer grafische kracht natuurlijk. Dus ik denk dat vooral mensen met nieuwe 3DS's hier natuurlijk wel heel veel baat bij gaan hebben. Ja. Als die issues echt ook in het uiteindelijke spel terechtkomen voor de oudere 3DS, dat is misschien best wel schadelijk, denk ik. Dat is wel iets waar ik me zorgen om maak. Het was niet hinderlijk. Het was niet zo dat meteen heel je spelervaring verpest was. Nee, oké, dat is goed. Maar als echt, zeg maar, intensief wordt op het scherm, dan merk je het wel. Het is niet fraai eigenlijk. Nee. Van Nintendo is altijd best wel goed in het optimaliseren van zijn eigen spellen voor zijn eigen consoles. Dus je zou zeggen dat dit dan, dat zou misschien dan iets beter mogen. Maar goed, even concluderen. Dus qua grafische dingetjes, het is een heel stuk mooier. Maar de oude 3DS kan daar moeite mee hebben. Maar er zijn ook een heleboel nieuwe dingen. Hoe hyped zijn we voor Sun and Moon? Ik ben super hyped. Ja, ik dus ook wel een beetje, eerlijk gezegd. Ik ga niet klagen. Het is dat ik in dit vak zit. Want normaal ben ik bij dit soort spellen altijd van, ik probeer zoveel mogelijk, zeg maar, te ontwijken. Ja. Zodat je nog verrast wordt. Maar elke keer komen er weer nieuwe announcements en dan dikke trailers. En dan zit je er weer in. Ja, nee, ik dus ook. Ik die Alola vormen en zo. Ik dacht van, fuck, nou moet ik deze weer gaan kopen. Ja. Maar ook vooral de sfeer. Omdat ik echt zoiets heb van, als ik die beelden zie van dat hele Alola gebeuren en die nieuwe, oh my god, en gewoon die Z-moves en zo. Ja, die Z-moves zijn vet, weet je, dat je met Pikachu is voor combo move. Dat is best wel dope gewoon. En dat je Executor een fucking palmboom kan laten worden, man. En ik hoorde ook al iets van dat er een of andere gym is waar schijnbaar een super relaxed persoon in zit. Die dan, weet je wel, een Venusaur gebruikt en een Bellossom ik weet niet, ik voelde me aangesproken als bedrijfsherbalist. Maar ik ben hype. Jij bent duidelijk hype voor Sun and Moon. En je hebt de demo nou ook al uitgespeeld, dus je krijgt die Ash Greninja natuurlijk. Dus mensen, kinderen gaan denk ik ook maar downloaden die demo. En dan binnenkort zitten we hier weer met de video review. Hij is al speelbaar. Hij is al speelbaar. Dus jongens, je kunt hem zelf. En voor al het nieuws over Pokémon Sun and Moon en meer, Ricardo. Kom gewoon hier, hè. Kom gewoon op Gamersnet. Gamersnet.nl, je kent het wel. En als je dit op YouTube ziet, dan like, comment en subscribe. Like, comment en subscribe. Bij 500 likes steken we een 3DS in de fik. Ah, dat vind ik zielig, eigenlijk. I know. Met de 3DS. Ja, het is jouw 3DS. Oh.